Binnen de SOM Leuven werd er een leerlabo opgestart. Hoe ga je om met cognitief begaafde leerlingen binnen het onderwijs? Daar rond is een event georganiseerd en op 10 en 11 maart waren wij te gast om een uur lang te delen welke tools wij binnen Eureka Onderwijs gebruiken om onze cognitief begaafde leerlingen te stimuleren. Het zijn tools die breed inzetbaar zijn en er vooral voor zorgen dat elke leerling een aanbod op maat krijgt. Ik deel jullie dan ook graag een deel van deze presentatie, zodat ook jullie geïnspireerd kunnen zijn en aan de slag kunnen gaan om ook deze doelgroep binnen de klas een aanbod op maat te voorzien. Veel kijkplezier! Indien er vragen zijn, laat ze gerust na in de comments en de PowerPoint en onze fiche rond hoogbegaafdheid kan je terugvinden in de beschrijving. Heb je nog vragen rond cognitief begaafde leerlingen, diagnose, advies of leermiddelen? Laat het zeker weten via info@eurekaleuven.be. Veel kijkplezier! Voor we de presentatie starten, wil ik jullie kort de inleiding ook nog even meegeven. Want eerst wil ik graag onze school voorstellen, zodat jullie weten van waar onze modellen komen. Eureka Onderwijs is een school waar kinderen gemiddeld 1 à 2 jaar les volgen, om dan terug in te stromen in het gewoon onderwijs. En naast mij kan je ons model zien van hoe wij beslissingen maken, maar wij willen vooral dat kinderen hun welbevinden stijgt. En dat doen we door te werken aan de autonomie, zorgen dat ze zoveel mogelijk zelfstandig kunnen. Denk maar bij dyslexie aan een kind voorleessoftware geven, zodat hij zelfstandiger kan lezen. De betrokkenheid verhogen, dus bij het leren weten waarom studeer ik, wat wil je later worden, betrokkenheid binnen de les. En het competentiegevoel. Ik kan het wel, ook al heb ik misschien bepaalde mankementen, die kan ik ondersteunen en mijn talenten kan ik belichten en ontwikkelen. Kinderen komen van over heel Vlaanderen en zitten samen in de klas op leeftijd. En het is aan de leerkracht die voor de klas staat de taak om erg gedifferentieerd aan de slag te gaan en dus ervoor te zorgen dat zowel de leerlingen die echt een remedieringstraject nodig hebben, krijgen wat ze nodig hebben, de basis krijgen wat ze nodig hebben, maar ook die extra's uitgedaagd worden. Bij die cognitief begaafde leerlingen gaat het dus bij ons om een verrijkend aanbod, dat is één ding, maar vooral veel vaardigheden. Leren werken. Leren huiswerk maken. Hoe doen we dat? Leren studeren. Hoe doen we dat? Leren vragen stellen. Anderen ondersteunen. Al die dingen zitten in ons schoolconcept. En dus in de presentatie die nu gaat volgen, lichten we een aantal van die tools uit. Weet dat het maar een momentopname is. In dat opzicht 3 kwartier voor een aantal tools. Natuurlijk zou je daar graag meer de diepte in willen gaan, maar dat is in deze presentatie niet het geval. Binnen Eureka bieden wij dus onderwijs op maat, maar doen dat door binnen de klasdifferentiatie. Alle leerlingen zitten samen en krijgen toch een aanbod op maat. Daarnaast hebben we nog een diagnostisch en adviescentrum waar je eigenlijk langs kan voor diagnose rond dyscalculie, dyslexie, hoogbegaafdheid of andere leerstoornissen. En tot slot kan je ons ook uitnodigen om langs te komen bij de school voor eventueel een studiedag op maat. Veel kijkplezier en vooral laten we samen de leerlingen die cognitief begaafd zijn een ideaal aanbod op maat geven. Succes! Laten we starten. Kaat, Maurits en Marcel leren je een aantal dingen bij rond hoe we werken binnen Eureka. Ze vertellen waarom ze naar Eureka zijn gekomen, hoe ons modelexamen werkt, hoe ze studievaardigheden hebben bijgebracht en vooral waarom coachend leren zo belangrijk is. Onze leerlingen werken hard en geven aan waarom dat hard werken ook nodig is. Tot slot zie je nog een aantal van onze didactische tools die we hebben om vlot te differentiëren en een aantal jaartrajecten die wij doorlopen om ook daar een aanbod op maat te voorzien. Laten we dus eerst beginnen met de vragen, waarom ben je naar Eureka gekomen? Ik ben Maurits, ik ben 14 jaar. Ik doe altviool en ik fiets graag. En ik zit op Eureka. Ik zit op Eureka omdat ik had heel veel lekken in mijn basisleerstof. Dus dat moest ik inhalen. Want dat had ik de laatste 2 leerjaren niet meegekregen vanwege mijn school. En ik moest ook leren leren, want dat kon ik niet echt goed met mijn hoogbegaafdheid. Want die leren nooit leren. Dus ik leer hier nu leren. Ik denk dat ik nu zelfstandiger kan beginnen met dinges. Met te gaan studeren. Ik denk ook dat, gezien dat wij hier al leerstof zien van de 3e middelbaar, dat we dan
nu een grote voorsprong hebben, want dat merk ik nu ook. Want ik dacht zo daarnet in Frans, ah, blijkbaar kennen die kinderen het COD en COI niet. Dus dan kan ik dat gaan uitleggen en dan krijg ik goede punten. Ja, ik ben dus Kaat, ik ben 13 jaar oud en over een drietal weken ben ik 14. En ik zit nog maar 3-4 maanden op de reken. Ik had heel veel problemen met talen die ik niet begreep. Want ik heb altijd geleerd om te raden, mijn zinnen te raden. Waardoor daar ik problemen mee had wanneer ik talen moest lezen die ik echt niet kon lezen. Dat ik dan dat eigenlijk gewoon totaal niet kon, bijvoorbeeld met Latijn en Frans. En omdat ik nooit mijn studeren echt heb gedaan, want de lagere school, ik ging daar gewoon maar door. Ik had altijd goede punten. Ik had nooit echt mijn boek moeten openen, omdat de lessen al genoeg voor mij waren. En wanneer dan ik in het eerste middelbaar en tweede middelbaar moeilijkheden begon te krijgen, heb ik niet echt tegen iemand gezegd van ik heb problemen met studeren. Ik heb gewoon verder proberen te doen en uiteindelijk bij herfst hebben wij slecht nieuws gekregen en dan zijn we naar Eureka toegekomen. Ja, ik heb het gevoel dat ik meer leerstof in mijn hoofd kan doen, omdat ik zo onnodige informatie... Je krijgt er wel soms onnodige informatie, maar dan zeggen ze ook dat moet je niet leren voor de examens. Maar in een andere school bijvoorbeeld zeggen ze leer hoofdstuk 5. Hier is het zo concreet dat het makkelijk is om te weten wat je moet leren en dat je de juiste informatie ook kan leren. Geen chaos, dus zorg dat je structuur hebt en weet wat je moet studeren. Weet ook hoe je dingen moet aanpakken, bijvoorbeeld woordenlijsten met de plus- en min-techniek. Die heb ik vaak gebruikt, of met rood en... Wanneer je een woord voor de eerste keer niet kent in een woordenlijst, moet je min tekenen. En als je het voor de tweede keer niet kent, wanneer je de lijst staat, herhalen plus. Want als je dyslexie hebt of een andere leerstoornis, kan ervoor zorgen dat je sommige woorden die je al kent, dan moet je die niet meer herhalen. En dan moet je alleen eigenlijk je moeilijke woorden herhalen. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewoon een lijstje maken met je moeilijke woorden. Die gebruik ik regelmatig. En ik raad die ook eigenlijk wel aan. Bijvoorbeeld bij zinsom kleuren gebruiken. Dat is ook wat ze hier gebruiken. Bijvoorbeeld alle talen zijn groen buiten Nederlands. Nederlands is dan oranje, wiskunde is geel. Dat is ook iets makkelijk, waardoor het makkelijker is om structuur te hebben. En eigenlijk gewoon niet opgeven op jezelf en zeggen van dat lukt mij toch niet, motivatie is weg. Gewoon proberen blijven doorwerken en als het niet lukt, hulp zoeken en vragen stellen. Ja, jullie kunnen chaotisch zijn, maar uiteindelijk op het einde van de dag is er structuur voor iedereen goed genoeg. Want tijdens de les kan het zijn dat de klas soms luid is of dan kijken we een filmpje en dan roepen we gewoon door dat filmpje door. Ja, die chaos kan er wel zijn, maar wanneer het erop aankomt, hebben jullie wel orde en hebben jullie wel structuur. En dus bij die doelgroep werken we eigenlijk aan volgende drie thema's. Ten eerste leren leren. Bij ons gaan we studeren. Een uitdagend pakket. Ik ga jullie zelfs gewoon concreet laten zien hoe dat eruit ziet. Ja, ik wil hier uit het vage wegblijven. Het tweede is leren werken. En daar gebruik ik graag een term die nu vaak wordt gebruikt in Silicon Valley. Failing forward. Het is niet erg om fouten te maken als je er maar uit leert. Maar iemand die gevoelig is voor fouten, zo ver krijgen om fouten te maken, dat vraagt doorzetting. Ja? En dan uzelf leren kennen. Dat is misschien nog de belangrijkste. Zien waar heb ik hulp nodig, wat kan ik zelf en vooral waar wil ik goed in worden. Ja? En heel concreet, hier staat schools succes. Je kunt wel altijd op talenten inzetten, maar zo werkt onderwijs niet. Je moet ook, als je slecht bent in Frans, werken aan Frans. Je kunt niet enkel met wiskunde door je middelbaar geraken. Heel concreet, we hadden hier een programmeur in dienst, die eigenlijk tijdens zijn studies bij ons kwam aankloppen en zei, ik ben supergoed in programmeren, maar ik heb het vak Frans. En ik ben nu aan mijn derde poging bezig aan de hogeschool. Als ik er nog één mis, dan stopt programmeren voor mij. Want dan heb ik daar geen vrijstelling voor en ja, stop met een droom. Help mij. Nu bleek dat zijn probleem ook was dat hem zich verveelde. Dus hij is bij ons beginnen programmeren. En wat hebben we hem laten programmeren? Een tool voor Frans. En die heeft eigenlijk een werkwoordenvervoeger gemaakt, waardoor hij al gewoon beter scoorde. Maar dat was een student van 20 jaar op dat moment. Ja? Maar die drie dingen vind ik heel helder om aan de leerlingen te delen. Ja? Je zit hier op school, sorry maat, je gaat nog een hele lange tijd op school zitten. Laten we dat systeem leren kennen.
En een beetje voorspellen, wat is dat beest wat dan een leerkracht heet? Hoe werken die? Ah, tja, die maken toetsen. Hoe maken die toetsen? Ah, dat is met boeken. Hoe zit zo'n boek in elkaar? Dus schoolsucces proberen te bereiken. Het tweede, failing forward. Hoge normen waarbij dat ik weet dat je fouten gaat maken. En als derde, uzelf leren kennen. Niet te hoog inschatten, niet te laag inschatten, maar vooral al beginnen met in te schatten. Ja? Dat is niet makkelijk. En ik ga je nu al een van onze meest extreme werkvormen laten zien bij de leerlingen. Dat heet een modelexamen. Ze gaan het zelfs uitleggen wat het is. Maar als ik het mag uitleggen, het is een toets. Ze krijgen op voorhand de vragen en de antwoorden. Ik ga het nu even gewoon met jullie delen, dat we het weten over wat ze praten. Normaal gezien zien jullie nu een Word-document. Ja? We gaan even door de toets gaan. En het leuke is... Wacht, hè. We gaan iets naar boven. Zo. Hier begint de toets. Het is een toets en ze moeten daar 90% op halen. Heel de klas. Heb je de 90% niet, dan moet je de tweede keer 100% halen. Maar je krijgt op voorhand alle vragen, je krijgt alle antwoorden en je mag ook vragen om hulpmiddelen. Ah, mag ik een rekenmachine gebruiken? Goed idee, doe maar. Maar de vraag moet komen. Mag ik een fiche maken? Doe maar, is goed. Laat ze maar zien. En dus wij gaan die toets hermaken tot je het model hebt gehaald. Ja? Hoe ziet die toets eruit? Hier zit wat woordenschat in, eenvoudige. Hier heb je definities. Hier heb je een redeneeropdracht. Je hebt een algemene vergelijking. We zitten nu in wiskunde trouwens, hè. Vraagstukken. Hier zijn 9 moeilijke vraagstukken. Dan hebben we hier visuele vraagstukken, voor degenen die visuospatiale problemen hebben uit te dagen. Dan hebben we hieronder nog extra oefeningen, waar je echt al met breuken gaat werken. Dat is vaak moeilijker. Een bewijs dat ze moeten kennen. Je hebt hier abstract, met letters en de cijfers zijn weg. Je hebt hier nog een moeilijk vraagstuk. Formules omzetten. En dan hebben ze dus de oplossingen. Nu, je ziet, dat is al best een pittig examen dat ze de eerste week van oktober moeten afleggen. Ja? We gaan er zelfs meer over zeggen, maar onze leerlingen leggen het uit en het spreekt boekdelen. Dus ik denk dat we daar best eventjes samen naar gaan luisteren. Goed? Sorry voor degenen die echo hebben. Laat ons hopen dat het wat beter meevalt nu. In het begin van het jaar hebben wij een modelexamen gekregen. Het modelexamen is een examen waar je per se 90 of 100 voor moet halen na de tweede keer herkansing. Je krijgt de oplossingen al, dus je kan eigenlijk alles instuderen. Mijn eerste keer modelexamen was moeizaam. Ik denk dat ik zo onder de 50 had. Ik heb dat heel vaak moeten herdoen, ik denk 7 keer. Maar dat heeft wel geholpen, want nu snap ik dat beter. Ik heb door leren zetten. Door dat vaker te doen heb ik het beter kunnen gaan begrijpen. Dat is echt het stomste wat ik eigenlijk ooit heb meegemaakt. Dat is heel ambetant, omdat je elke keer wel opnieuw dezelfde vragen hebt. Maar omdat je een 100 moet halen en je hebt één klein ding vergeten, ga je dat helemaal opnieuw moeten doen. En dat is frustrerend, want op een gegeven moment zit je in die fase van ik kan het niet, kan ik alsjeblieft niet gewoon opgeven. Maar dan zijn die leerkrachten weer een beetje moeilijk aan het doen en zeggen van je gaat dat toch doen, want wij geloven in jou. Langs de ene kant is dat aanmoedig, langs de andere kant is dat zo ambetant. Dan weet je dat je het kan. Dus als je niet blijft op, als je de eerste keer bijvoorbeeld leert, dan heb je bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, 70% of zo. Maar omdat je dat blijft doen en je blijft dezelfde leerstof doen, begin je na een tijd die leerstof echt gewoon te begrijpen en al die dingen van buiten te leren en echt gewoon weten hoe die oefeningen werken. En daarom, als je dan 100% haalt, dan weet je van, zo zit dat dus. Zodat wij... Ja, waarom doen jullie dat? Om te laten zien dat wij het kunnen, heb ik gehoord van Lieve. Lieve heeft ooit eens tegen mij gezegd, wij geloven in jullie, dus jullie kunnen dat. Maar je moet ook laten zien dat je het kan en jezelf gewoon laten zien dat je het kan door naar te werken en met ons samen te werken en met de klas samen te werken en gewoon te werken naar die 100%. Dan kan je jezelf laten zien van, ik kan het. Hulpmiddelen, daarvoor doen we, dat je hulpmiddelen inzet. Wat dat dan ook is, een fiche, een rekenmachine.
Tweede is, sommige van onze leerlingen in de klas hebben nog nooit een 10 op 10 gehaald. Door een leerstoornis, en dus altijd fouten maken. Dus het is voor sommigen de eerste keer dat ze 100% halen. En het derde is inderdaad om te tonen, wij als leerkracht, wij zijn er voor u om te zorgen dat jij dat gaat halen. En we geven niet op, want als we durven opgeven, dan is dat enkel een reden om tegen jezelf te zeggen, zie je wel, kan dat niet. Dus dat doen wij elk jaar, en dat is elk jaar heel moeilijk. Ik vind dat ook niet leuk, want je ziet dan echt, bij sommigen heeft dat tranen, en bij sommigen boosheid, en bij sommigen bang, angst. Maar liever dat jullie dat allemaal voelen binnen de rekening, want dan zit er veilig bij ons. Want dat je binnenkort dan lief die gevoelens hebt, en dan nog nooit hebt meegemaakt. Dus dat is daarom dat we dat doen. Oké. Dus je hebt nu kort een verhaal gehoord voor Kaat, die is later ingestapt, hè, dat heb je in haar verhaal gehoord. Dus die is nu, heeft die net haar modelexamen gehad. Dus dat zit nog heel vers in haar lijf van, het was niet zo makkelijk. Maar dat is ook een frustrerende zin, hè. Oké, hier is uw toets. Hier zijn uw oplossingen en je mocht mij alles vragen dat je wilt, maar je moet 100% halen. Ja, maar ik ga dat niet kunnen. Waarom gaat het niet kunnen? Je kunt het mij vragen. Dus dat is echt een gezamenlijk iets. Leerlingen geven les aan elkaar. Leerlingen vragen uitleg, mogen op het internet gaan zoeken. Het doel is heel simpel. Schat jezelf in welke hulpmiddelen jij nodig hebt om iets perfect te doen. Ja? En dat is een proces dat wij met heel de klas aangaan. Dat is zwaar voor de leerlingen, zwaar voor mij of voor ons als leerkracht. Maar het is vooral, wij gaan ervoor. Ja, en dus de eerste week van september weten ze dat al. En dan heb je natuurlijk die leerling die zegt, ja, maar ik heb daar 80 op, ik ga dat kunnen. Ja, maar zo moeilijk is dat niet. Maar een hoge norm halen, dat is niet zo evident. En we hebben zo ook een modelexamen voor Frans, we hebben een modelexamen voor verschillende vakken, omdat ze die werkvorm moeten leren kennen. En dus het is vooral om die leerlingen die gewoon zijn om heel hun lagere school 8 op 10, 9 op 10 te halen, hoe raakte je tot die 10 op 10? En dan zie je dat het vaak makkelijker is voor kinderen met ernstige leerstoornis die rond de 60% zitten, om dan een grote sprong te maken, dan voor die dat in de 80-90 categorie zitten, om die een effort te vinden om naar die 100% te gaan. Ja? Als we nog eventjes gaan kijken naar dat Word-document, dan zie je dat dat... Oei, ik ben hier fout bezig. Voilà. Dan zie je dat dat ook wel echt leerstof is. Ze moeten dat bewijs kennen. Hier gaat het nu over het hoofdeigenschap van een evenredigheid. Een evenredigheid is de gelijkheid van twee breuken tel... Nee, dat is de definitie. Dus het zijn heel diverse stukken leerstof om net geen enkele leerling in zijn comfortzone te zetten. En wat zie je? Bij zo'n toets zetten wij niveaus. Dit blad is voor basis en extra. En hier onderaan stonden ook bepaalde delen enkel voor extra. Dus als een leerling tegen ons zegt, ik zie mezelf in het derde middelbaar een wiskunderichting volgen, dan zeggen wij, oké, dat is goed, maar dan moet je wel extra halen. Dus ook de doelen daar zijn gedifferentieerd. Zodat eigenlijk die leerlingen die extra kiezen, hebben niet hun puntenwinners van die makkelijke vragen. Ja? En zo wordt het plotseling veel eerlijker. Want in plaats van dat iemand standaard al 6 op 10 haalt zonder te studeren, want ja, de helft van de vragen zijn poepsimpel, voor die leerling, hè, want dat is niet per se poepsimpel, ja, die halen we nu net weg. En wat gebeurt er plotseling? Die kinderen die eigenlijk uitdaging nodig hebben, die zijn plotseling ook wel eens gebuist. Dat hebben ze nog nooit meegemaakt. Maar daar volgt dan een klasgesprek, hulpmiddelen, studievaardigheden en dergelijke op. Ja? Dat was nu in een notendop dat modelexamen. Ja? Dus dat betekent, je maakt een toets en je bent bereid om als leerkracht daar een maand aan te werken met heel de klas. Want dat is natuurlijk nog altijd wiskunde dat ik dan geef. Maar de werkvorm is bedoeld. Het lijkt een productgericht iets, 100%. Maar je zit volledig te werken op een proces. Ja? Waarin dat kinderen zichzelf moeten leren inschakelen. Voilà. Dus dat was het eerste. Ja? Dus dat was hier al ons modelexamen topscore. Dat is één van de manieren waarop dat we eigenlijk binnen klasdifferentiatie doen, zonder dat de kinderen uit de klas moeten. Ja? De extra's hebben gewoon een extra aanbod.
en krijgen ook een andere manier om dat te verwerken. Bijvoorbeeld, ik snap het niet. Ja, oké, ga eerst al eens kijken, want waarschijnlijk heeft een leerkracht dat al veel beter uitgelegd op YouTube. Waarom doen we dat? Omdat ik weet, de Lucas van Eureka zit volgend jaar niet bij u op school. Jij gaat volgend jaar naar een andere school. Dus als ik een goede leerkracht zou zijn, hè, ik vind dat trouwens heel moeilijk lesgeven, maar van mijn uitleg ga jij niet het zesde middelbaar halen. Dus leer al in uw netwerk zoeken wie kan me helpen, waar vind ik informatie, waar kan ik gaan studeren. Een andere manier is onze manier van hoe dat wij dus toetsen en lessen en leerstof gaan differentiëren en dat is met het RBE-systeem. Remediering basis extra. En ook dit heb ik deze voormiddag even gevraagd aan de kinderen. Leg me dat eens uit. Ja, dus ze gaan ons dat uitleggen. Zo, we gaan ervoor. Ik ben Marcel. Ik woon in Jette. Ik ben 12 jaar en ik zit op Eureka. Remediering basis en extra, dat zijn soort van niveaus. Extra is dat je volgens mij meer moet doen. Basis is gewoon... Ja, basis. En verrijking is, als je er wat beter in bent, dan moet je moeilijkere en meer oefeningen maken. Als je bijvoorbeeld in wiskunde er heel goed in bent, dan ga je naar verrijking. Maar als je daar dan weer heel slecht in bent, dan is het volgens mij extra. Op Eureka werken ze vaak met drie niveaus. Remediering is voor mensen die zo nog basisleerstof moeten bijkrijgen om dan verder te kunnen gaan. De basis is zo, ik snap het wel, maar ik moet het nog goed aanscherpen om naar extra te gaan. En bij extra krijg je extra opdrachten en moet je meer werk doen omdat je het beter snapt. Je kunt op en neer gaan als het beter of slechter gaat. Ja, bijvoorbeeld, je kunt in wiskunde in basis zitten, maar je kunt bij Frans in extra zitten, want dat hoort niet bij elkaar. Dus wel. Je hebt dus drie niveaus. Bij elk niveau heb je een differentiatie. Remediering is voor mensen die extra herhaling nodig hebben en die een hogere richting, zal ik maar zeggen, moeilijker voor hun is. Basis is in het midden. Daarom is het ook basis, want basis is het midden. Dat is goed gezocht. En basis zorgt ervoor dat je... je hebt uitdaging voor jouw niveau. Basis heeft bijvoorbeeld mensen met iets zwaardere dyslexie of calculi of... Of nog een andere dys. Waardoor die extra herhaling nodig hebben, maar niet zoveel als remediering. Want bij remediering lopen ze echt soms vast op de oefeningen. En leren ze hun fiches gebruiken en hulpstof leren gebruiken, echt met ernaast. Basis is zonder meestal de hulpstof, maar wel de fiches en zo. Maar wel nog steeds blijven leren. En extra is echt gewoon alles op je eigen bena, maar toch met extra hulp als je het nodig hebt. Het niveau wordt altijd bepaald door de leerkracht, ouders en kinderen samen. Want als je dan als kind zegt, ja, ik ben misschien niet zo goed in wiskunde, misschien moet ik dan naar remediering. Want misschien gaat het dan beter gaan met mijn punten, dan kunnen de ouders en de leerkrachten dat samen gaan bespreken. En dan kunt u zien of dat mag misschien. Dus even daarop aanvullend, de kinderen zitten inderdaad kunnen een niveau krijgen binnen een vak. En zelfs binnen rekenen kan je basis zijn voor algebra en extra voor meetkunde. Voor Frans kan je ook basis zijn voor orale vaardigheden, extra zijn voor schriftelijke vaardigheden. Dus daar is zelfs ook die remediering basis extra in. En vooral, wij spreken over die remediering basis extra als het niveau waar je nu in zit, gaat ook impact hebben op je attest op het einde van het jaar. In dat opzicht, als iemand droomt van een hoge wiskunderichting te volgen, ja, dan is die extra eigenlijk een vereiste van ons. Ja, dat zit dan in het verhaal, zodat eigenlijk geen enkel van de leerling, nog de ouder, op het einde van het schooljaar verrast is door, oei, een B-attest. Dat hadden we wel niet verwacht. Dus wij beginnen eigenlijk al, meestal in januari zijn die niveaus heel duidelijk voor de leerlingen, om dan van januari tot juni nog heel veel leerkansen te bieden. Ja, dus als iemand zegt, ja, maar ik wil dat wel proberen, die extra, probeer maar. Doe maar. Ja? Dat zit in
alles doorgetrokken. Dat betekent, hè, daar straks zag je die toets, het modelexamen is remediering basis of extra. Maar ook in onze boeken, als we een boek bijvoorbeeld gaan bekijken, dan deze. Zo, even kijken. Oei, mijn camera doet blijkbaar vreemd. Dan ga ik het anders moeten doen. Even kijken hoe dat ik het kan oplossen. Er loopt vandaag, het is niet meer een dag blijkbaar. In onze boeken, ik ben de juiste pagina aan het zoeken, zit eigenlijk, je gaat het van ver kunnen zien, maar zit een pagina, zien wat het juist belicht, het maakt niet zoveel uit. Dat is een tabel met daarbij allerlei onderwijsdoelen en daar staat vooraan voor welke groep het is. Dus er staat bijvoorbeeld voor remediering, ik kan een figuur spiegelen. Oké, daar staat dan de pagina bij en hoe ze het moeten studeren. Ja? Zo hebben ze heel snel op één blad meteen voor remediering basis extra alle informatie die ze nodig hebben om thuis te gaan studeren, verzameld. Want dat vind ik het gevaar voor in een klas waarbij je gaat differentiëren, is dat je plotseling als leerkracht 3 bundeltjes hebt en 3 dit en dan wordt dat er 6, want je hebt dat dan ook nog eens voor die leerling apart nodig. Al onze differentiatie zit op 1 blad. Dus onze boeken, of dat je nu remediering basis of extra hebt, dit hier, we verzamelen al onze leerstof in 1 boek. Dit is wiskunde eerste middelbaar tot derde middelbaar. En dat boek groeit mee. Ja? Dat is niet zoveel, zoals je kunt zien. Dus dat zijn alle theorie en van elke theorie een modeloefening, of meerdere modeloefeningen. Maar daar zitten ook standaard al voor de remediering hun hulpfiches vast. Stel je bent niet goed in woordenschat, staat je woordenschatfiche al klaar. Stel je kent je tafels niet goed, dan staan je tafels hier al klaar. Stel je hebt je merkwaardige producten niet goed door, dan staat hier onderaan je schema van de merkwaardige producten. Dus al onze hulpmiddelen zitten van in het begin klaar. En op zich, het is niet omdat je in extra zit dat je geen hulpmiddelen mocht gebruiken. Omgekeerd zelfs. We hebben kinderen die in extra zitten en dus moeilijke teksten lezen en daarvoor voorleessoftware gaan gebruiken. Omdat hun leesniveau nog niet goed genoeg is, maar hun luisterniveau wel. Ja? En dan kunnen ze plots wel hieroglyphen luisterlezen in plaats van lezen. Ja? Dus die differentiatie zit bij ons heel fel in onze methodiek en in onze schoolvisie en zit dus in die remediering basis extra. Coachend leren betekent onze leerlingen leren elkaar bij. Dat betekent dat alle kinderen die het kunnen worden ingezet als coach. En Maurits zei deze voormiddag heel duidelijk van ja, ik vind dat eigenlijk niet leuk, maar dat is wel hetgeen dat ik absoluut niet kan, dat is coachen. Ik probeer dat zoveel mogelijk te vermijden, want ja, ze verstaan me niet, ik maak het te moeilijk. Ja? Terwijl evengoed heeft hij binnenkort in de hogeschool of in de unief, op de Unif een groepswerk en moet je samenwerken. Ja? Moet je iets presenteren, moet je wel oefenen op presenteren. Wilt je later een relatie hebben, moet je wel goed kunnen onderhandelen. Wie doet een afwas? Wie doet de strijk? Ja? Dus die sociale vaardigheden en dus dat coachend leren is bij ons het vehikel om kinderen net bij elkaar in contact te krijgen. En wat dat daar heel leuk aan is, bijvoorbeeld tijdens dat modelexamen, is dat plotseling de beste vriend van op de speelplaats niet de beste vriend is tijdens Frans, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde. En dat je dan ziet dat die in de klas gaan zoeken naar... Wacht... Jij snapt het, maar je kunt het mij niet uitleggen. Maar jij snapt het niet en kunt het wel uitleggen. Door dat te doen, zorgen wij ervoor dat ze niet eindeloos voorop lopen. Want dat is het gevaar, als iemand geboeid is in de Romeinen, dan kan ik die nog laten uitbreiden in de Romeinen, enzovoort. Maar dat is ongelimiteerd, dat is het eerste probleem. En vaak brengt dat volgend jaar weer een nieuw probleem. Want dan zeggen ze, ja, maar ik ken dat al, ik heb dat al gezien. Dan is alles terug saai. Dus... een deel van onze lessen, want wij delen onze lessen altijd op in 10 minuutjes, 7 à 10 minuten, en dan wisselen wij van een werkvorm. Dus een deel is altijd coachend leren. Elkaar bijleren. En dat betekent niet altijd dat sterk zwak uitlegt. Dat kan ook zijn dat je computervaardigheden, iemand met dyslexie, is beter op de computer dan iemand die nog nooit een computer heeft moeten gebruiken om te studeren. Maar dat kan ook zijn handwerk, we gaan koken. Oké, dat kan ook coachend leren zijn. Maar zodat die balans tussen ik ben de beste van de klas, om het nu heel zwart-wit te stellen, hè, dat die eigenlijk niet zo transparant is in het dagelijks leven. Ja? Dus ze kunnen allemaal goed zijn en allemaal nood hebben aan ondersteuning. Het is maar afhankelijk van de taak.
Dus door leerlingen in te zetten als coach, dat werkt enorm. En stel, je hebt een iets meer autistisch vorm kind, dan kan, of ja, dat klinkt nu fout, ik heb het foute woord gebruikt. Ik vind dat moeilijk ook bij zo'n presentatie de juiste woorden schat gebruiken. Een kind met autistieforme kenmerken, dat is veel beter. Ja, die kan bijvoorbeeld helpen bij verbeteren. Die kan helpen bij al de toets voor mij maken. Verzint al eens een toets die straks bij dat hoofdstuk past. En maakt al eens een verbetermodel voor mij. En plotseling zijn die deel van het geheel. En dus maken we ook letterlijk die leerling zijn toets. En dan zegt hij, ja, je hebt dat wel moeilijk, niet goed gedaan. Hè? Ja, maar dat waren allemaal kei moeilijke vragen. En dan gaan we checken en dan zeggen we, oké, je hebt inderdaad, als je nu remediering basis extra, deze vraag, dat is toch extra als een redeneeropdracht. Je hebt enkel redeneeropdrachten, valt me nu op. Ja? Of je hebt enkel van die copy-paste vragen, waar je juist één woordje moet zien in te vullen. Ja? Als de prijs stijgt, dan gaan de belastingen ook ja, stijgen. Oké, voilà, dat was uw toets. Goed gedaan. Dus wij brengen die ook weer binnen de leerstof om als coach te kunnen fungeren. Coach van mij als leerkracht, want natuurlijk, wij zitten met kinderen die heel divers zijn, van enorm begaafd tot ja, kinderen met enorme leerstoornissen die ook niet de mentale capaciteit hebben per se. Dat vraagt gewoon al voor extra handen. En dus onze leerlingen zijn onze extra handen en de eerste 3 maanden zetten we heel hard in op leren coachen van elkaar. En dan zijn het nog de effectieve leerstrategieën. Ik ga nu eventjes het hebben over het hard werken, want leerlingen werken wel hard bij ons. En daar is een reden voor, ik ga die straks nog duiden. Voilà. En we gaan ervoor. Wat is eerlijk? Nee. Het kan, ja, voor je eigen niveau is het eerlijk om zo hard te werken, want bijvoorbeeld, ik heb nooit leren werken. Dus ik moet al dat werken nu wel inhalen, eerlijk gezegd. Dus voor mij is dat wel eerlijk om nu ineens heel hard te werken. Maar soms heb ik ook van, ik wil deze avond echt niet werken. Maar dan heb je zo je ouders die zeggen, jij werkt toch. En dan heb je die leerkrachten die dan ook zeggen van, jij werkt toch, want dat is goed voor jou. En wij geven niet op om jou, dus geven niet op voor jou. Dus jij geeft ook niet op voor jezelf. En als je nu de avond niet zou werken, wat gaan we doen? Ontslagen, nee. Mocht je er komen? Nee, allee, als wij een goede reden hebben waarom we niet hebben gewerkt, bijvoorbeeld als het echt te veel was en we echt gewoon rust of zo nodig hadden, of dat wij niet genoeg tijd hadden omdat wij ontspanning, allee, zo van die dingen, dan begrijpen jullie dat ook wel, omdat jullie weten dat uw werken veel werken is meestal. Dus dan geven jullie dat ook toe van, ja oké, misschien was het een beetje veel. Maar als wij gewoon niet hebben gewerkt omdat het niet kan, dan proberen jullie dat toch te toetsen of toch te zorgen dat wij de volgende avond wel opnieuw werken, zodat wij ervoor zorgen dat wij elke avond toch wel proberen te werken en ons best proberen te doen. Wij werken hard op Eureka. Dat komt omdat de meeste kinderen hier hebben nogal moeite met studeren, vanwege leerstoornissen of andere problemen. Dus Eureka zijn doel is om het leren makkelijker te maken, die kinderen hulpmiddelen aan te bieden, om dan te kunnen zeggen, ah ja, stel je moet Franse werkwoorden leren, dan kan je een fiche maken van, ah dit zijn de stamtijden, de tijden moet je zo gebruiken op die manier. Andere kinderen die hoogbegaafd zijn, zou ik vooral leren, want dat is belangrijk, want volgens mij leren de meeste hoogbegaafde kinderen niet. En dat is wel belangrijk, want anders kan je niet voort zonder mee te kunnen gaan. Ik zeg niet dat het fijn is om te leren, maar het is wel belangrijk, want anders heb je niks aan wat je doet. Dan zit je zo uren te studeren en dan gebeurt er niet echt veel. Het is niet dat je hoogbegaafd bent dat je dan automatisch van alles goed kunt. Het is een hoogbegaafdheid is dat je beter dingen kan onthouden of zo. Je hebt meer capaciteit om te kunnen leren. Ik vind niet dat je overal goed in moet zijn. Ik vind vooral dat je, als je ergens in goed in bent, dat je dat vooral aanscherpt en dat de rest dan ook doet, maar niet. Ik bedoel, stel je bent goed in Frans en ja. Je kunt dat goed, maar je moet daar nog wel voor studeren. Dus dan studeert je dat veel en dan heb je daar goede punten op en die compenseren dan met je slechte punten voor wiskunde ofzo. Oh, dat de leerkrachten niet opgeven.
dat de leerkrachten op Eureka, die zijn eigenlijk heel motiverend. Als je het zo zegt van, ik kan het niet, zijn die zo van, nee, je kan het wel, doe nog maar een keer. En die geven niet op. Bijvoorbeeld op andere leerkrachten, op andere scholen, zijn die daar niet echt zo op nagekeken. Of als je vertelt dat je iets niet kan, dan zijn die zo van, oké, probeer dat thuis te bekijken. En dan hebben ze het vergeten, dan kennen ze het niet meer. Maar op Eureka zijn ze echt... Dan gaan ze apart bijvoorbeeld met u, of dan herhalen ze die leerstof voor de hele klas, omdat ze denken dat de hele klas die niet begrijpt. Of... Dat gebeurt op andere scholen ook niet. En op Eureka is er zoveel meer structuur en orde en discipline, zal ik zeggen, dat het makkelijker is om te studeren, om te leren, om bij te leren, om dingen, om leerstof echt binnen te krijgen, dan op andere scholen. Dan zit je daar eigenlijk gewoon wat in de les. En dan zegt hij de leerstof, maak die oefeningen thuis. Op Eureka zorgen ze er echt voor dat je die oefeningen thuis alleen kan maken. Op andere scholen is het wat, doe maar, zorg dat je die hebt gemaakt. En op Eureka is het echt, je moet dat kunnen. Als ze dat zo zegt en ik luister daar dan naar, dan denk ik, ten eerste, ze moeten echt hard werken. Weer al, dat is met die tijdsbeperking die we hebben, dat ze zo hard moeten werken. Maar vooral... Het is om hun te doen groeien. En dus als ik nu zie, Kaat is binnengekomen dan in december. Wat een spons dat is voor leerstof. Die studeert bijna voor haar plezier op sommige momenten. Hè. Maar natuurlijk pas als het hapklaar is. Hè, want die executieve functies die daar straks aan bod kwamen. Dat is een probleem. Dus laat ons eventjes al beginnen met de landing. Dus ik hoop dat dit al een paar ideetjes waren, waar dat je al eens maar één ding uithaalt, ben ik al heel tevreden. We hebben 3 grote projecten om onze kinderen allemaal uit te dagen, maar ook vooral die hoogbegaafden. Dus 1 is, ze moeten in het tweede middelbaar al 2 keer een dag gaan werken op een plaats. En ze mogen zelf kiezen welk beroep. Dus als iemand droomt van die een dierenarts te zijn, een paleontoloog, we hebben 3 jaar geleden was het een deurwaarder, dat iemand een dag is mee geweest, dan moeten ze zelf regelen. Zelf contact, ze moeten de mail schrijven, ze moeten een cv opstellen, tweede middelbare. En ze moeten 2 keer dan een dag meelopen. Dat is het eerste grote project en daar zie je natuurlijk al een heel grote differentiatie in. Iemand die echt met zijn handen wilt werken, keigoed, doen. Iemand die denkt, ik wil advocaat worden, een dag met een advocaat meeloopt en denkt, oei, is dit het maar? Even goed. Het andere is een jaarproject wonen, waarbij dat ze een huis zo goed mogelijk moeten schaalmodel tekenen, elektriciteit in dat schaalmodel voorzien, plannen tekenen. Ook best weer al complex. En daar zie je ook pareltjes, die dan op hun schaalmodel domotica hebben toegepast. En voor iemand anders is dat gewoon 2 plastieke kartonnen muurtjes. En dat is een huis. Even goed. En dan, over heel het jaar heen, de computer staat centraal. Dyslexie, ja, logisch, computer. Maar ook moeite met concentreren, ook een computer. Je zet je screensaver op een minuut en dan laat dat fluo groen worden. En plotseling besefte, oei, ik was afgeleid. Plotseling heb je die computer ingezet als een hulpmiddel voor de concentratie te houden. Zo zetten we de computer in voor van alles. Fiches om te studeren, een timer om 5 minuten te weten wanneer is het om. De computer is iets wat dan makkelijk mee kan naar een andere school. Ja? Dus dat wou ik jullie kort nog vertellen. En dan vooral, hier heb ik 2 dingen die jullie kunnen helpen. We hebben vandaag, heel toevallig, omdat ik dit aan het voorbereiden was, en ze vroegen, ja, waarom? We hebben het filmpje gezien, IQ van 145, maar ik kan zijn kamer nog niet opruimen. Omdat daar straks ging het kort over dat reptiele brein. En ik denk, als je daar wat meer over wilt weten, we hebben dat vandaag besproken in de klas aan de hand van dit filmpje. En eigenlijk was dat een heel leuk ding. Dus dit is letterlijk een titel, als je die intypt. Zelfs, wij tikken gewoon IQ 145. En blijkbaar zijn er niet zoveel filmpjes met zo'n hoog IQ. Dan kom je er direct uit. En aan de rechterkant is eigenlijk onze fiche. We hebben voor elke leerstoornis of leerprobleem of ontwikkelingsstoornis een fiche. Waarbij dat je dan hier voor hoogbegaafdheid de mogelijke sterktes en zwaktes, maar ook vooral daarachter de do's en don'ts. Wat werkt, wat werkt niet. En dat is iets wat we met de ouders, leerkrachten, logo's meegeven om eigenlijk te vormen. Ja. Dan los daarvan, weet dat wij heel wat video's klaar hebben staan die ook individuele leertrajecten zijn bij ons. Dus we zeggen, dit zijn de 10 filmpjes die je moet kennen tegen vrijdag. En dat gaat dan over breuken optellen, breuken aftrekken. Maar wat ik probeer te vermijden is dat het gewoon
zoek met breuken en leer breuken kennen, want het eindigt nog altijd met een breuk kunnen oplossen op papier. Dus moet ze ook de oefening kunnen die nadien op papier gaat voorkomen. Ja? Want we hebben ook die grote mismatch van kinderen die heel veel weten, tot als je ze de vraag stelt op een toets en het niet kunnen formuleren. Ja? Dus daar proberen we op voor te bereiden. En je kunt ons volgen en we kunnen van alles voor jullie betekenen. Oké, dat was mijn presentatie. Ik wil hier nog kort mee eindigen. Weet dat inzetten op vaardigheden een van de belangrijkste dingen is dat je kan doen als leerkracht. Want vaardigheden gaan vaak veel langer mee dan je kennis die je overbrengt. Als ik het moet hebben in de klas over de gelopte eik, de Amerikaanse eik en de Europese eik met de gelopte bladeren of de gekartelde bladeren, ja, dat is belangrijke leerstof, maar dan kunnen we beter aan die leerstof de vaardigheid studeren, uzelf ondervragen, leerstof, feestjes maken, dat eraan verwerken. Dus, samengevat, differentiatie binnen Eureka voor die kinderen die hoogbegaafd zijn, zit echt in het leren werken, leren fouten maken en uzelf leren kennen. Maar die leren fouten maken vind ik toch wel een van de belangrijkste op dit moment. Ja? Iemand daar een vraag rond? Met veel plezier. Zo, dit was de verkorte versie van ons inspiratiesessie rond hoe wij binnen Eureka Onderwijs omgaan met cognitief begaafde leerlingen. Heb je nog vragen? Zit je met vragen rond diagnose en advies voor jouw kind? Wil je een vakantiecursus komen volgen of een andere vraag? Kijk op onze website eurekaleuven.be of stuur een mailtje naar info@eurekaleuven.be. Wil je meer informatie over onze school? Dan staan er op YouTube informatiesessies rond onze school die je altijd kan herbekijken. Ga naar YouTube, type in Eureka Leuven en dan ontdek je vanzelf onze webinars, maar ook onze meer dan 500 didactische leervideo's die je altijd kan inzetten. Veel plezier en nog een fijne dag gewenst.